Trainer, hoe erg snakte dit FC Os naar deze overwinning? Ja, erg. Ik kan van allerlei verhalen ophangen, maar steeds verhalen vertellen van goed gespeeld en verloren. Uiteindelijk gaat het toch om de punten. Dus ik denk dat het vandaag een beloning is, ook voor de afgelopen weken. Daar zijn we hartstikke blij mee. Ja, vorige week verdiende je hem, heb je hem niet, nu verdien je hem ook. Maar ja, dan sta je natuurlijk ook gewoon met 3 punten hier thuis. Wat is nou het grootste verschil tussen het FC Os van vorige week en het FC Os van vandaag? Ja, misschien sommige vlakken ook wat geluk. Hè, want vlak na rust krijgen ze natuurlijk een hele grote kans op 3-3. Dus weliswaar 3-3 dan. En denk op de juiste momenten scoren. Hè, we scoren ook vlak voor rust een goal. En voor de rest vind ik dat we in beide gevallen vorige week, maar ook de week ervoor tegen Telstra, een groot gedeelte gewoon heel goed gespeeld hebben. We begonnen nu ook weer heel goed. We kregen volgens mij de eerste de beste grote kans. En de kansen die we nu kregen, die gingen er bijna allemaal in. We hebben nog wel een aantal gehad. Dus we scoren nu wat makkelijker dan de vorige keren. Ja, en dan zie je ook dat we gewoon heel goed kunnen voetballen. Effectief? Ja, effectief. Maar goed, als ik een beetje terugdenk nu snel naar de wedstrijd. Ik denk dat we nog wel een paar kansen hebben gehad. Zeker in het begin. De eerste 10 minuten kregen we volgens mij al een grote kans. Dus ja, en uiteindelijk scoor je daaruit. En uiteindelijk maak je 6 doelpunten waaruit ook nog een aantal jongens scoren. Richard in dit geval, die een tijdje niet gespeeld hebben met een assist van Justin. Dus je ziet, we hebben heel veel kwantiteit in de ploeg, maar ook heel veel kwaliteit. Dus als wij wisselen op bepaalde posities, dan worden wij er niet slechter van. Dus dat is mooi voor de groep. Geef vertrouwen, geef wat rust, maar ook een bevestiging van het feit dat we gewoon heel goed kunnen voetballen. Ja, droom je wel natuurlijk, maar werkelijkheid is iets anders, maar ik ben heel erg blij. Ja, heel blij. Dat is denk ik nog licht uitgedrukt. Want je maakt 3 goals tegen je oude werkgever. Wat had je verwacht van het duel van tevoren? Ja, sowieso. Je bent natuurlijk altijd gedreven tegen je oude team. Maar niet anders dan andere wedstrijden hebben we ons gewoon goed voorbereid. We wisten hoe Eindhoven zou spelen. We wisten waar onze kansen lagen. En ik denk dat we, ondanks de tegenslag in de eerste helft, dat je toch 2-1 achterkomt. Dat we het goed hebben omgedraaid en scherp zijn gebleven. En uiteindelijk die pot goed hebben begonnen. Leuk voor de ploeg en leuk voor de supporters dat je zo'n thuiswedstrijd speelt met 6 goals. Dus ik denk dat het lang is geleden dat we 6 goals thuis hebben gemaakt. Had je niet van tevoren gewacht, neem ik aan? Nee, absoluut niet. Van tevoren dachten we van we gaan hier de 3 punten pakken. En ja, gelukkig is dat gebeurd. Ja, als je jouw goals mag omschrijven, hoe zou je ze omschrijven? Hoe ging dat in het hoofd van Fatih Kamachi? Het ging heel snel. Het was een afvallende bal. Ik nam hem aan met links en ik ziet hem uit de draai in de verre hoek. Dat was de eerste. En die tweede goal was gewoon een aanval over midden schijven wat bij mij eindigde. En ik ziet hem goed binnen in de verre hoek weer. Als ik het verkeerd zeg, mag je me corrigeren, maar ik zag opluchting op jouw gezicht. Ja, natuurlijk. Je wil van die nul af. Je wil scoren. En gelukkig zijn het er vandaag 2 geworden. Alleen het belangrijkste is natuurlijk dat je weer gewoon na die 4 nederlagen weer 3 punten pakt. Ja, en dan word je toch gewisseld. Komt Richard van der Venne. Je kan zeggen, concurrent komt erin. Scoort ook. Je kan het zien als vervelend voor persoonlijk, maar uiteindelijk voor het team is het natuurlijk goed. Maar tekent dat ook de fitheid en de goedheid van deze selectie? Ja, absoluut. De concurrentie is gewoon heel groot. Dat weet ik. En je hoopt natuurlijk de 90 minuten vol te kunnen maken. En dat is vandaag helaas niet gebeurd. Alleen ja, ik gun het Richard natuurlijk ook. Mooie goal ook. Dus ik ben blij dat hij heeft gescoord. Wat mij persoonlijk opviel was dat Eindhoven eigenlijk helemaal niet doorkwam. En als ze er doorkwamen was FC Os ook meteen weer razendsnel om de counter. Heb je daar van tevoren een opdracht aan meegegeven of een bepaalde speelwijze aan deze wedstrijd gekoppeld? Ja, dat is eigenlijk een speelwijze die we altijd willen hebben. Alleen hadden we het nu wel benadrukt. Op het moment dat we omschakelen ligt er veel ruimte in hun rug. Dus we hadden gezegd van nou proberen vanuit de omschakeling de eerste bal diep of achter hun verdediging te leggen. Ja, daar kwam volgens mij ook voor de rust nog die goal uit. Daar waren we nog een aantal keren wel gevaarlijk uit. Ik denk de tweede helft gingen zij heel veel risico nemen met 4 mensen voorop spelen. Met 2 middenvelders hadden we eigenlijk een middenvelder over. Was in het begin even zoeken, kregen ze een of twee grote kansen. Ja, goed, die maken zij niet, hebben het geluk een beetje aan onze zijde. Ja, en daarna konden wij steeds goed onze vrije middenvelder vinden. En hebben gewoon die hele wedstrijd gedomineerd. En hadden we al eerder misschien uit kunnen lopen, maar ik denk een dik verdiende overwinning. Ja, ze zeggen ook wel, als je 3 keer scoort mag je de bal mee naar huis nemen. Ik zie hem al rechts in je hand hebben. Die gaat op de slaapkamer, wat doe je ermee? Dit is mijn eerste, dus die gaat mee naar huis en we zoeken er een mooi plekje voor. Persoonlijke geschiedenis voor Tom Boeren vanavond. Ja, zeker weten. Gefeliciteerd, jongen.